Mijn gedachte op dat moment staat eigenlijk gewoon op nul. En ik denk maar aan één ding, rust bewaren en te voor de kampioenschap gaan. Gewoon het maximale eruit halen en niet met andere dingen bezig zijn, maar puur met datgene, het kader wat ik wil gaan neerzetten. Daar ga ik voor. En dat is het enige waar ik mee bezig ben. Ze is bevlogen, dus voor mij als trainer is het natuurlijk prettig om met zo'n sporter te gaan werken. Ik kon wel merken dat het mentale gedeelte natuurlijk wel eventjes belast werd. En dat kon ik duidelijk ook zien aan de opwarming en aan de performance die er na de tijd ook komt. Maar dat is altijd zo. Hè? Kampioen worden is natuurlijk heel moeilijk, maar kampioen blijven is nog moeilijker. Dus voor mij is iedere keer spanningsfactor hoger om iedere keer datgene te laten zien om weer die titel binnen te slepen. Ik ben echt helemaal gefocust in mijn kata en dat zo goed mogelijk neer te zetten. En op de wedstrijdmat is het knallen. Kata is eigenlijk een schijngevecht tegen een of meerdere denkbeeldige tegenstanders. En iedere kata is natuurlijk weer anders. De ene heeft net wat meer snelheid, de andere wat meer souplesse. En daar wordt onder andere naar gekeken, naar techniek, technische uitvoering. Waar het om gaat is dat je inleeft en dat je wel ook echt vecht tegen een tegenstander. Dus niet dat je zomaar een vormpje natuurlijk loopt, maar ook dat je echt inbeeld van ik raak iemand, ik trap iemand. Dat je dat ook, de vechtlust ook laat zien, ook al sta je eigenlijk alleen op de mat. Ja, het is hartstikke goed gegaan. Ik ben voor de 7e keer op rij Nederlands kampioen geworden. Zo ontzettend trots. Ik heb mijn taak volbracht. Zij heeft haar prestatie geleverd. En zij heeft de beloning gekregen waar ze voor gewerkt heeft. En dat pakt allebei allemaal goed uit. Ik ben er echt blij mee. Want anders had ik een hele chagrijnige topsport naar huis gekregen. Hier ben ik nou zo trots op.